Yo mensen, Jeraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe custom zombie map hier samen met Ryan. Hoi. Hoi. We spelen vandaag, zoals je ook al zien, op een Minecraft map. Kijk eens aan, zelfs de zombies zijn Minecraft zombies. En we gaan kijken of we deze map kunnen gaan overwinnen. Dus heb je hier nou zin in? Ram natuurlijk zijn skyblock blijft, dat zullen we super gaaf vinden. En er staat ook in het beeld, koop het einde om te ontsnappen. En dat is precies wat we gaan doen. Dus thanks allemaal voor het intunen. Oh. Thanks allemaal voor de support. En ik ben benieuwd. Oh, daar staat de mystery box al. Kijk eens aan. Ja, ik ben een box. Zal ik ook, Ryan. Zal ik ook even onze struggle uitleggen van vandaag? Dat mag je doen. Ja, dat mag ik doen. Oké, nou dan komt ie, ja. We hebben vandaag sowieso heel de dag opgenomen, dus dat is super chill. Dat ging ook goed, totdat we Custom Zombies gingen spelen. Want we speelden eerst op een map. Was een hele leuke map. Serieus een gave map. Alleen die map, er was onmogelijk om eigenlijk boven wave 10 te komen. En dan kwamen we pas na 3 pogingen achter, dus... Dus daar waren we überhaupt al een uur mee bezig. Toen hadden we een andere map gevonden. En die map was eigenlijk ook onmogelijk om te halen. Omdat die zombies te sterk waren voor de wapens die persoon had toegevoegd. Dus ja, we konden de zombies niet eens uitschakelen. Gezondheid. Dus die map hadden we ook ongeveer een uur geprobeerd. En toen gingen we ook opnemen. En nee, dat was 3 keer toch? Niet of niet? Nee, 2 keer. Oh, 2 keer. Ja, dan wordt het geen mooi weer. Daarna gingen we ook opnemen en toen viel na 40 minuten de stroom uit. Ja, dus, ik heb de stroom aangezet. Ja, je hebt de stroom in deze map aangezet. Oké, thanks. En toen was dus ook de hele opname weg. Dus het is nu 12:30 s'nachts. Ja. Dat we dit opnemen. En ik vind wel even dat een duimpje omhoog waard is. Ja, ook. 12:30, hè. Deze met de likes. We zijn gewoon al uren aan het proberen om voor jullie custom zombies te spelen. Maar we zitten eindelijk in de map. Hij werkt. Alleen nu is het wel even belangrijk dat we niet down gaan. We zijn ook al van 2:30 aan het opnemen. Nee, ja, we zijn gewoon. Bro, we zijn gewoon al bijna 12:00 aan het opnemen. Dat is toch niet normaal? Pak jij die? Ja. Oké, nice. Oh, ik heb. Maat. Ik krijg. Van het ene pistooltje ga ik naar het andere pistooltje. Ik heb weer geluk hier zo te zien, maar niet eens. Maar. De map. Ik heb een sniper. Ik krijg echt stomme wapens, joh. Dit is speed cola. Even kijken wat er allemaal in staat. Mule kick. Wat hebben we hier nog meer? Deadshot. Deadshot. Quick revive. En daar heb ik gekocht. Oh, lekker bezig. Ja, ik moet even mijn puntjes een beetje opsparen. Oh, en double tap. Ik hoop ook wat double shot, hè. Want dan, als we down gaan, inderdaad, kunnen we elkaar snel reviven. Het is wel echt een heel klein minimapje. Eigenlijk is dit... Dit is Skyblock, maar dan in zombies. Ja, Skyblock is in delay. Ja, Skyblock is bij ons ook even in vertraging, ja, maar dat komt er weer aan. Dit is onze alternatieve Skyblock. Het is Skyblock. Een voorbereiding op de Skyblock weer. Precies, kijk, jij snapt hem. Toink. Ik heb een sniper gekregen, dat is niet alle chills, want je krijgt er minder punten voor dat als je gewoon op een zombie gaat schieten. Ja, ja, de wapens die we ook weer krijgen, jongen. Oei. Oh, de laatste nog bij jou. Ja, ik vind dat zo'n fijn wapen. Hè. 1100 punten. Ja, ik ga denken. Nou, ik schiet wel even mijn ammo op, anders vind ik het ook zonde. Als je dan een wapen packt uit de box en je haalt meteen weer een ander wapen, vind ik dat een zonde. Wat is er? Look what I have. Oh. M1941. Nee. M1928, de Thompson. Oh, ja, ik zat in de buurt. Lekker bezig. De Thompson. Lievings. Moet je horen wat ik heb, Ryan? Hey, rekenen. Oh. Nee, minigun. Ja, die ben je toch achter de vis. Ja, die ben ik zo meteen kwijt, ja, helaas. Oh, bommetje, laat hem maar even liggen, anders. Ik ga hem pakken om weer te pesten, Nee, wat is dit nou? Ik ben nog genoeg gepest door al die stomme maps die niet werken. Dat is echt wel lastig, hoor, om soms nog maps te vinden. Dus als er überhaupt ook mensen zijn die maps voor ons hebben, leuke maps... Stuur ze gewoon door via Twitter. Twitter.com/Jerasgaming of Twitter.com/. Rijn? Rijn de Bakker. Rijn de Bakker. Ja, ik weet het ook niet allemaal uit mijn hoofd, jongen. Dan kan je gewoon een link doorsturen of de naam of zo. En dan kunnen we kijken of dat liefst, een leuke map is. Mappen zonder één boss. Dus. Of ja, mag je er één boss inzetten, maar. Want we spelen natuurlijk met z'n tweeën en niet met z'n vieren. Ik heb de blunderbus! Ja. Yo, ik heb 2 snipers nu! En die blunderbik moet hij wel meteen wegruilen. Dat is wel leuk. Maar dan moeten ze eigenlijk komen één keer om de 10 waves of zo. Ja, zoiets. Ja, je hebt heel veel custom maps en dan komen eigenlijk om de 5 waves... ...komen er echt gewoon honderdduizenden bazen die je moet uitschakelen. Maar ja, we zijn weer met z'n tweeën dat we dit opnemen. Ja, kijk, als je met z'n 5 bent of met z'n 4 bent of met z'n 10 bent... ...zou je gewoon mot zijn dat je ook met z'n 10 zombies kan doen. Dan is het een ander verhaal, maar we zijn natuurlijk met z'n tweeën, dus...
Dat is altijd redelijk lastig, bro, maar tot nu toe gaat het wel makkelijk. Ja, ik hoor het, jij bent aan het schieten, jongen, jij. Ik moet echt... Oh, my... Ik heb nu de double barrel! Ik heb alleen al mijn snipers, pistooltjes en shotguns gekregen. Ja, jij hebt weer geluk. Ik ben al mijn punten kwijt aan alleen maar... Ja, jammer, joh. Ja, jammer, Rijn. Aan alleen maar wapenspec. En ik krijg gewoon niet een normaal wapen. Nee, ik kan niks kopen, want ik bro, al mijn punten tot nu toe gaan naar wapens. Die is er niet, of wel? Ja, ik mag het hopen. Ik heb hem nog helemaal niet gezien. Ryan? Hebben wij wel Juggernaut? Nou, ik vraag me af, want ik sta hier helemaal rood. Quickly 5. Dit was... Ik denk, wat was dit? Oh, Deadshot, dat is Speed Cola. Dat is Null Kick. Nee, er zijn maar vijf perks hier beneden. Echt? Kunnen we niet? Ja, maar nee. Oh! Er staat... Auw! Ik ben weer dood! Wow. Er staat een Pack-a-Punch machine boven. Ja, maar moet op een wolkje. Juggernaut zijn. Ja, dat hoop ik wel. Ja, ik denk dat die dan ook boven staat. Hij kan maar binnen naar huisje voor 2000, hè? Oh, de deurtje kan open. Ja. Ik ga even open maken. Ja, mag jij maar open. hier het einde. Ja, maar deze open. 50.000 voor het einde. Ja, dat kan ik niet betalen. Dat is 5.000. Ja, dat zal wel ons naar boven teleporten dan, maar... Maar wat is ja, waar is Juggernaut? Dat is water, maar water waar je niet in kan. Kan je het niet laten smelten? Heb jij vuur dan? Heb je lava? Heb je lava? Dan kunnen we dat ijs versmelten. Nee, daar kunnen we... Dat zou echt wel briljant zijn. Een Call of Duty... Minecraft game houden of zo. Hey, dat je in Minecraft ook wapens hebt of zo. Oh. We kunnen een cobblestone farm maken. We kunnen een cobblestone. Ja, maar je hebt geen lava. Jawel. Waar dan? Floor is lava. Floor is lava. Sommige mensen rennen snel of zombies. Ja, ik moet echt een ander wapen hebben. Ik heb echt strons, jongen, dat is niet normaal. Ze lopen echt zo raar, hè? Ja, omdat er zit een soort skin of zo aan ze. Alleen het zijn nog steeds normale zombies die natuurlijk in elke map zitten, alleen met een skin aan. Dus sommigen doen ook hun hand gewoon door hun hoofd heen, daar klopt helemaal niks van. Zo zonder botten aankomen ofzo. Zonder botten aankomen. Ja, maar ze hebben... ik laat die dead machine heel veel liggen, niet hem afpakken alsjeblieft, want ik wil even een normaal wapen hebben nou. Niet die dead machine, Ryan. Je waagt het hoor. Een M1 garant! Ja, nu ben ik echt klaar, ik ga doorboxen ook. Dit is echt niet meer, dan pakken maar. Dit is echt niet meer leuk, man. Maar nu gaat me Sterling. Ja, ik heb een wapen. Een Sterling. Dank u. Ik heb een submachine gun. Het heeft echt gewoon 100.000 punten gekost. Maar ik kan met overtuiging zeggen dat ik een normaal wapen heb. Maar het einde is 50.000, Ryan. Dat is dan nog veel, hoor. Ja, en maar we hebben wel Pack-a-Punch wapens nodig en Juggernaut. Alles is skills voorbij, is skills voorbij. Ja, als die er is, ja. Ja, Juggernaut zal toch wel boven staan, anders word ik boos. Ja, anders quit ik. Na al die struggles die we vandaag hebben gehad, en we hebben geen Juggernaut, dan word ik boos, jongen. Er stond wel iets bij dat deze game maar een aantal perks had, dus ik begin wel een beetje de moed te verliezen eigenlijk. Ja, maar ik zie daar ook niks staan, ik zie alleen de Pack-up Punch. Ja, maar staat er geen Juggernaut op die wolkies? Misschien wel daar op die ijsberg of zo in de verte? Misschien wel een boom? Wacht, ik ga vroeg. Chuck. Ja, wat is er? Juggernaut. Nee, ik begin er moet een klein beetje te verliezen, Ryan. Ja? Oké. Okay, max ammo. Mijn model. Ik ga niet die deur openen, Ryan, voor die 5000 punten. Ik moet even speed cola hebben, namelijk. Spijt me zeer, maar... Ja, ik ben al mijn punten kwijtgeraakt aan wapens halen, jongen. Nee, dood. Nee, niet doen. Leef je nog, ja, hè? Tuurlijk, trouw, hè? Lekker bezig. Jij hebt best wel een mooie ruimte om rondjes te rennen hier. Dus dat maakt het eigenlijk wel... Je bent dood. Uh-oh. En ik heb een double barrel shotgun. Die vent twee keer snel achteraf. Ja, precies, ja! Dat heb ik vandaag al vaker gehad, ook. Ja, maat, ik moet ze even... Granaten, ja? Nee, maar dan maak ik crawlers en dan sluit ik mezelf erin. En wel mijn perk screen. Hoeveel punten heb je? 2600. Dat was het, hè? Ja, die 5 me maar. Yo, ik heb toch quick die 5. Oh, ligt er nog een eerste kill! Boah! Ik heb hem niet. Nee, ik stond er precies in. Ja, jij gaat down, dat is jouw schuld! Daar kan ik niks aan doen.
Ik ga nog één keer boksen, want ik moet echt ook even van die double barrel shotgun afvragen. Hij is wel sterk, maar je hebt maar twee kogels, dus schiet ook niet echt op. Normaal wapen nu! Ja, laat maar zitten, het is weer een Springfield. Laat maar zitten, ik hou die shotgun wel. Hij is wel sterk namelijk, dus ik vind het best. Hij is nog steeds one shot. Dus ik had twee zombies uitschakelen, dan moet ik sowieso reloaden. Dus ik hou hem nog wel eventjes. Double barrel shotgun is echt niks waard. Nee, maar ja, het is beter dan een sniper, hè? Wel een Thompson. Thompson zou ik wel willen hebben, ja. Ja, maar die heb ik nog niet gebruikt. Had jij eigenlijk al mulkick toen je down ging, of niet? Nee. Ik had quick revive en speed cola. Is het wel handig om mulkick te halen zonder juggernaut? Want als je down gaat, ben je sowieso je derde wapen kwijt. Dus ik weet ook niet of dat het allerslimste is om te doen. Weet ik ook niet. Wow, yo, er komen er al veel, hoor. We zitten ook al op wave 11, hè? Oh, ligt hier een perk. Een bommetje. Ik heb hem opgepakt, sorry. Nice. Ja, ik ga weer even mijn speed cola. Ik ga naar boven. Ik ga naar boven als dat hier kan. 5000. Oh! Oh ja, ik ben boven! Pack-a-punch, 5000! Juggernaut, nice. Juggernaut. Maat. Wacht, kan je niet springen? Wacht, hè? Er is geen Juggernaut, nee, maar er is geen Juggernaut, bro. We hebben echt een... Er is geen Juggernaut. We hebben serieus echt een probleem dan. Er is geen Juggernaut, standaard. Ja. Ja, dat is standaard, behalve in deze map zo te zien. Oh mijn god. Dan houd in. Laten we snel doodgaan. Als je twee keer of drie keer max... Twee of drie keer wordt geslagen dat je gewoon down bent. En ik loop die nog steeds met... Heb je dat net gevoeld? Ja, jij hebt hem al gevoeld. Ja, ik moet een ander wapen hebben. Ik heb geen ammo meer namelijk. Ik heb een bommetje opgepakt. Ik hoop snel even te boksen. Kom op, ik heb ammo nodig. Geef een normaal wapen alsjeblieft. Een M1941. Oké, okay, fair enough. Het is niet het allersterkste, maar... Gezondheid. Je bent lekker aan het niezen, hè? Ja. Omdat je moe bent. Ga jij het niezen als je moe wordt? Nee. Hey, maar even zo'n grap, hoe laat moet jij je bed uit? 8 uur. Ik, zou ik zeggen hoe laat ik eruit moet? Ja, zijn maar. 5:30. Oh. In de ochtend. Oh. Dat is over 5 uur. Au, ik ben geraakt. De vraag is dan, Rijn, ga ik slapen of niet? Of... Nou, als het echt was, ik zou niet slapen. Maar ik... Nee, maar voordat we hiermee klaar zijn... Moet je nog editen? Dan moet ik nog editen, renderen. Thumbnail. Thumbnail, uploaden. Want ik ben morgen weg namelijk. Ik ben nog sowieso 2 uur weten. En dan denk ik dat ik maar... ik zou die nacht... Dan wordt het een mooie nacht. Dan mag je nog eens streamen erna. Oh mijn god, mijn double barrel shotgun is niet meer one shot volgens mij. En dan mag je nog lekker streamen erna. Ja, dan moet ook streamen. Ja, dat wordt een leuk avondje morgen. Leuk dagje. Als ik ben ik aan het livestream, val ik gewoon in slaap, hebben we 24 uur stream. Moet ik alweer wakker ergens. Bij mij wordt het ook laat en moet ik ook nog alles doen. En dan wacht, die moet ik... Oh ja, jij moet ook... Instakill. Ja, maar je moet er online, moet je gewoon in je webcam aanzetten. Het is een online les, gewoon in je webcam aanzetten. Nee, maar ik zet mijn webcam aan hoor, terwijl ik in bed lig hoor. Terwijl ik in bed lig? Ja. De vorige keer lag ik mooi onder de dekens met webcam aan. Echt? Ik ben, jij kan alweer laten slapen, jong. Oh nee, ja, maar ja, volgens mij boeit niemand dat ook echt. Nee, mij boeit echt gewoon niks meer. Je hoort het vanzelf, als iemand het boeit, dan hoor je ze wel iets zeggen. Nee, maar okay. Hetgeen wat het is, als YouTube doet, boeit gewoon echt niks meer. Wat is dit nou weer dan? Zeggen, nee, maar wat mensen Oh, wat mensen zeggen? Nee, want je hoort van alles altijd, dus nee, dat klopt. Dat klopt. Dan raak je er wel aan gewend als je genoeg online kritiek. Zit. Als je kritiek wil opbouwen, zeg maar, dan moet je YouTube starten. Ja, want dan leer je dat het toch niet boeit wat mensen zeggen. Gewoon lekker je ding doen. Dat is inderdaad wel een goeie, ja. Maar ja, als je niet tegen kritiek kan, dan moet je eigenlijk ook niet een YouTube-kanaal aanmaken. Want dat krijg je sowieso wel namelijk. Of TikToks maken. Maar soms worden mensen helemaal boos op mij omdat ik jou expres DNF geef. Maar iemand was echt boos geworden, hè. We hadden GTA opgenomen, ik had die video geüpload. En ik had Ryan expres een DNF gegeven. Ik had hem expres dat hij niet kon finishen. En iemand was boos op me geworden! Nou, weet je wat het is? We doen het echt zeg maar om elkaar even te pesten of zo. Ja, maar precies. Oh, ik ga down! Oei, joh. Maar dan nou zitten we er gewoon keihard mee te lachen. Ja, we zitten altijd te lachen. Dat is toch juist grappig, joh. Wacht, dubbele punten. Ik ben gewoon af en toe niet zo goed, ja. Ja, sorry, want ik ben geen bijna down, dus daarom. Oh, max ammo. Het wordt wel langzaam maar zeker wat lastiger, kan ik je zeggen. Ik heb echt nog even een normaal tweede wapen nog. Ik heb nog steeds een shotgun. En ik kan hem meteen pack-a-punchen. Monkeys. Oh nee, die ga ik meteen pack-a-punchen, bro. Je hebt Thompson, of niet? Ja, Thompson. M1-1. Die moet je houden, die is sterk.
Ja, ja, ik pack een punch meteen. Dan kom ik weer naar beneden, want een nieuwe wave begint. Ja, dus let's go. Laat hij hem in de steek. Oké, ik heb nu 2 pack een punch wapens. Zit er eigenlijk stamina up in deze map? Niet dat ik het zie. Nee, hè? Dan moet ik eigenlijk even... double tap nog halen. Dan heb ik zit nog altijd met mijn double barrel te spelen. En mulking. Ja, we hebben dus geen juggernaut, hè. Dit is echt wel tricky, ouwe. Nog steeds zijn we gewoon in 2 slagen dood, hè. Ik hou even double tap. Ik ben heel voorbij, hoor. Ik loop ook weer weg meteen. Oké, double tap erbij. Schieten we lekker snel. Zo! Dat is wel een verschilletje, ja. Wajowajowajow. Woe! Wat is dit dan? Oh. Oh, mensen zijn wel nice. Lekker bezig. Ja, het probleem met pack-a-punch wapens is dat je, als je out of ammo bent, je niet meer ammo zo kan kopen. Maar ja, dat kan in deze map sowieso niet. Want het enige manier hoe je wapen kan krijgen is als je die box opent. Dus je kan sowieso niet zomaar ammo kopen. De enige manier hoe je dus aan ammo komt is max ammo. Nou, als je schiet op die lego, komt er nog altijd zombies uit. Ik hou ook mulkick rijden en zo. Waarom al bloed heet? Ik weet niet. Jij moet je schieten maar... op zombies. Die doodleggen, dan komt er nog allemaal. Nee, maar bij mij niet, houden, bij mij niet. Oh, dus je spoken jij, joh, het is al laat, hè? Dead machine misschien. Oh, dat zou ook wel kunnen. Of je ziet gewoon spoken, dat kan ook. Maar dat is niet erg, dat mag. Zo, deze is wel sterk, jongen, nog. Wave 16, hè? Maar 50.000 punten, kunnen we niet beter langzaam voor de 50.000 punten gaan sparen? Ja, bro, ik ben goed bezig. Want als er iemand down gaat, moet je ook weer perks terugkopen, dus... Ja, ik ga sowieso pack-up punchen, man. Ja, ik heb twee packs per zwaar, maar ja... Als ik dus geen ammo meer heb, dan heb ik wel een probleem, zoals ik net zei. Die double barrel shotgun? Nee, die heb ik weggedaan, die heb ik weggedaan. Nee, cool. Heb jij al mulkick of niet? Nee. Oh. Nee, ik ook niet hoor. Ik denk dat ik hem ook niet ga halen. Ik wil liever voor het einde sparen, denk ik, 50k. Ik wil hier weg, ik wil ontsnappen. Train achter me, dat wil ik niet weten. Al die zombies die achter ons aankomen, daar word je ook niet blij van. Nee, daar word je dood van. Er ligt nog een bommetje achter je. Laat maar liggen. Nee, die wave is voorbij. Dan pak ik hem op, dan krijgen we bonuspuntjes. Hoppa. Hoppa, T. Ga jij met double battle 11k. Pimpen. Of pimpen. Echt? Ja, ik weet het niet. Zal ik gewoon mulkick halen? Ik doe het gewoon, denk ik. We kunnen wel voor die 5000 punten sparen. Als we maar niet down gaan, dat is echt het allerbelangrijkste. Oh, jij hebt geboxt. Ik ga... upgraden. Oh, dan komen al die zombies naar mij toe. Komen ze naar boven eigenlijk? Nee. Echt? Ja. Kan je mij helpen met schieten of niet? Ik ga dood. Oh. Ik spande echt. Ik heb ze afgeschoten, ik heb ze afgeschoten. Spande echt. Moet eens oppassen. Oh, ik heb nu een. Hoe zeg je dat? Hoeveel kogels zitten er nu in de double barrel? Nog steeds 2. 4? Ja. Oh, eerlijk is het een multi. Oh, dubbele punten, wacht maar schieten. Fuck, is die dubbele punten? Multi barrel. Okay, nice. Ja, je hebt nu een quad barrel shotgun. Quad barrel. Oh, max ammo. Ik pak hem nog niet op. Ja, dan kan je even doorschieten gewoon. Toch instant kill. Oh, ik word geraakt, joh. Achter me. Ik pak de max ammo op, ja? Ja. Voordat het zo meteen weer fout gaat, dan laat je hem weer liggen. Dat is ook zonde. Instant kill is bijna voorbij, dus let op. Dubbele punt. Oh, instant kill is voorbij. Nice. 10k heb ik. 10k heb ik. Ik moet alleen nog even een derde wapen hebben. Ik ga heel veel boxen nog. Ik ga even een backup punch. Ja, kom wel snel naar beneden, hè? Ja. Nice. Wakwapen. Dit gaat goed. Nou, type S. Nou, type 5. Ik probeer op mijn zombie map. Gaat het goed. Ik moet nog een keer boxen. Dit is een stom wapen namelijk. Jan? Ja? Ik ben mijn wapen kwijt. Welke? Oh nee, ik had mijn verkeerde wapen in de pack-up punch gegooid. Nou, ik heb je erin gegooid dan? Ja, mijn double barrel weer. Pff, ik was bijna dood. Ik had hem niet gehaald. Heb je hem 2 keer gedaan nu? Ja, er staat nu een moot op ofzo. Ik had hem bijna laten liggen, hè. Ik dacht, hoe kan je schieten waar ik me wapen. Maar krijg je dan, kan je dan ook, zeg maar, een turnt erop zetten? Geen idee. Want dat is wel chill. Wat heb jij er nu op dan, voor mod? Electric. Ja, hier, dan kunnen we waarschijnlijk ook een turnt krijgen. Dus dan moet ik hem eigenlijk ook nog even een keer packen punchen, als ik eerlijk ben. Ja, die electric is wel leuk. Oh, ik heb hier nog een bommetje liggen. Ik wacht heel met hem oppakken, hoor. Hallo jongen, ik hoorde je. Oh joh, ik ga bijna dood met een dead machine in mijn handen. Dat moet je niet doen. Nee, dit is gevaarlijk jongen. Ik heb de bom opgepakt, dan ga ik nog even wapen... packen, want ik heb nog steeds een sniper. Of oh, ik echt alweer. Ik heb een pack-up punch wapen. Ik heb ze wel al bij gepack-up. Oh, ik snap er niks meer van. Oh, ik heb een EMP 44. Ik loop nu naar boven rijden, dus wacht heel even. Althans, pas op, dat kan ik beter zeggen.
Ik moet meteen naar beneden komen voordat die zombies me insluiten. Ik ben beneden. Er ligt daar dubbele punten gewoon waar je geschoten hebt. Echt? Oh ja. Nice. Hey, dat was die bom! Dat was die bom die ontplofte. Daar komt die uit. Die nuke. Oh. Dan kan je eigenlijk power-ups uit. Wees voorbij. Ik denk dat ik dan een wapen nog een keer. En dan hoop ik. Ik pack een push hem ook nog een keer, maar dan hoop ik dat ik een turn krijg. Nee, ik heb nog geen mulekick. Oh, ik heb firework. Oh, die is ook wel chill. Ik heb firework. Kreeg ammo van. Ja. Nee, die schiet toch. Nee, die schiet ook gewoon af, hè? Ja, maar je kreeg er ook ammo, denk ik, van, hè? Oh, dat weet ik niet eigenlijk. Maar die is wel sterk, dat weet ik wel. Die elektrische. Dit wapen is sowieso sterk, joh. De shocker heet die nu ik hem heb gepackapunched. Dan ga ik nu rustig sparen voor die 50k. Ik ga dood. Ja. Uh-oh. Hoeveel punten heb je? Ik kan wel op dingen terugkopen, gelukkig. Maar nu moet ik alleen even opletten. Ik heb quick revive, maar ja, zo ga ik het proberen. Ik kan het snel doen, hoor. Quick revive. Nee, dan komen ze rennen echt snel, man. Nee, dat gaat niet werken. Ik kan er niet komen. Kijk hoeveel zombies er achter me aan zitten. Ja, nu kan je, nu kan je. Nee. Kijk, ze spannen alweer bij je in. Nee, dat gaat niet werken. Ze spannen allemaal bij je in. Dit kan niet draaien, sorry. Ik heb de horde achter je aan, Jan. Ja, dat weet ik. Ik heb hier... Oh, ik heb een bommetje. Nou. Ik kom. Ja, ik heb nog de tijd. Nou. Oh, yo. Die scheelde volgens mij heel weinig, of niet? Ja, dat niet veel. Ja, gelukkig hebben we quick revive, dus dan ging het ook lekker snel. Oké, nice. We leven nog. Jij hebt nog 2 pack-a-punch wapens, hè? Ja. Want je had nog geen mulekick, of wel? Nee. Nee, oké. Nou, hier, dan is het goed dat je geen mulekick had gehaald. Ja, ik koop wel even snel die quick revive meteen. Ja, voor als ik dood ga, ja. Dat is een goeie. Ja, je bent binnen 2 slagen down, dus... Dit is serieus lastig nog. Ik ga gewoon sparen voor de 50k. Ik heb nu 9000, dus ik moet nog... Ja, ik heb 130. 4100. 41.000! Pas op, hè. Je moet het niet verkeerd zeggen. Zonder juggernaut. Volgens mij moet ik even gaan opletten, maar ik heb nog steeds een double barrel shotgun, hè. Oh, echt? Ah, nee, de quad barrel shotgun. Beam. Oh, dubbele punten. Let's go, bro. Lekker. Ik ga weer dood. Ja. Echt? Echt. Nee, ik moet die dubbele barrel weg gaan doen. Ik probeer zo snel mogelijk gewoon die zombies te clearen. Je gaat dus snel dood met die dubbele barrel. Ja, want je moet de hele tijd reloaden. Nou ja, niet vandaag. Gewoon mes schieten. Oh. Ja, maar dat is met geen enkel wapen handig, hè? Ik heb helaas nu geen bommetje, dus ik weet niet of ik je... Ik moet je revive, want je hebt die pack-a-punch wapen natuurlijk. Ik ga rennen. Pas op, span er al. Nee, span er al. Nee, span alweer. Sorry. Nee, doe maar. Oh, instant. Waar? Daar, in het midden. Oh, shit. Ik kan je dat beschermen. Ik ga je reviven. Fuck. Oh, wat een timing. Nooit. Ja, jongen, dit is toch niet normaal ook? Ben nu ben je wel je, ben je wel je wapens kwijt. Ik heb een shocker, die is super chill. Die is echt het knijtsterk. Als het goed span je alweer, ja. Maar nu ben je wapens kwijt. Nu hebben we echt een probleem. Nu moet ik wel voor die 50.000 gaan. Ik kan nu niet meer, want jij gaat dit... Als jij nu weer down gaat, dan heb je echt een probleem. Dus... Oh, ik heb mijn Thompson. Oh, nice. Oké, dan heb je wel meteen een chill wapen, maar geen pack-a-punch meer. En die wapens zijn echt niet meer sterk nu, hè. Probeer anders gewoon heel de tijd een treintje te maken daar. Dan blijf ik hier, ja. Want ik mag nu echt niet meer down gaan, dan hebben we een heel groot probleem. Ik ga wel eerst kijken om dingen te kopen. Quick revive. Ja, voor als ik down ga, ja. Je weet maar nooit, hè. Als ik moet helpen, schreeuw gewoon, man. Het wordt nog wel een moeilijk mappie op deze manier, dat weet ik wel. Kom eens snel. We moeten elk aan één kant van de map leven. Ja, ik blijf heel de tijd aan deze kant, al heel de tijd doe ik dat. Ik heb je hele treintje bijna uitgeschakeld, man. Yep. Oh, dat is wel chill. Dan krijg ik echt snel punten. Kijk, 21.000 al. Alleen ik moet tegelijkertijd ook wel mijn eigen in de gaten houden. En we moeten max ammo krijgen zometeen, hopelijk. Want mijn ammo gaat ook wel echt snel, man. Nou, op zich gaan mijn punten wel snel. Oh, je hebt wel 2400, ja. Als je maar weer één wapen kan... Mooi, joh, dankjewel. Als je maar één wapen kan pakken, puntje. Ik werd geraakt, jongen, hij sloeg maar één keer, hè? Ja, ik hoef niet één keer stoppen met pak. Ik dacht, pak hem maar, zeker. Ik wacht heel veel met deze oppak tot de wevecht is begonnen. Een ZK3... Ik zit op de helft. 24.000. Net iets onder de helft.
Nou, ik heb ook al double tap gekocht. Oh, ligt naar Max Ammo. Ik ga hem zo ophalen, hij knipt nog niet. Oh, en double... Pak hem maar. Oké, lekker. Gewoon zo lang mogelijk wachten totdat de zombies echt inspannen. Als je het eerder pakt, dan is het ook eerder voorbij. Het zal even duurt voordat de volgende wave begint. Dus... Ja, pas op hoor. Ze komen ook overal vandaan, jongen. Dat is jouw wapen, dit. Oh, weer een bom. Je hebt wel veel power-ups, hoor. Ja, maar dat kunnen we wel goed gebruiken. Ze vinden het ook niet erg. Mijn death machine is voorbij. Hoeveel punten zit ik? Ik zit 30k, man. 30k, bro. Oh. Ja, kunnen we dit echt wel snel dan halen? Ja, joh. Zo! Pfft. Ik schiet even met een ander wapen. Hoi, yo. Het was even rustgevend, maar dat is het nu niet meer. Hoi, yo. Oh, dit wapen, jongen. Nu punten met dit. Niet down gaan, jongen. Ik liep tussen twee in, jongen. Wow, yo. Oh, eerste kill. Woe! Keer twee. Ik ga even een pack-up-puntje. Ja, is goed. Zo, we krijgen wel echt veel power-ups, joh. Ja, 34.000. Dat gaat, ja, maar... Kijk hoeveel zombies er komen. Dan is het ook wel logisch dat het redelijk snel gaat. Heb het staat de, helemaal vol, cookie? Hè? Esmees? Cookie? Ik heb geen cookie, nee. Oh, mijn wapen is daar. Oh nee, is in zit. Shit. Elke keer weer, hè? Oh, mijn wapen is super sterk. Ja, maar weet je het, kill? Alles is sterk. Nee, niet meer. Oké, let op. Kijk of een speedcore uit te halen. Ja, die is wel handig hoor, want je moet echt wel snel kunnen reloaden hier. Zonder speedcola was ik al lang down geweest, denk ik. Zo. Kijk ook uit voor die bomen, jongen. Ik loop af en toe tegen een boom aan. Oh. Dat moet je niet doen. Nee. Er komen er echt veel, man. Dat is niet normaal, hoor. Die Max Ammo, Max Ammo. Oh, nice. Net update. Welke wave zijn we? 23, oké. Ik heb 40.000. Ik zou ook nog echt easy bij die 50 kunnen komen sneller. Ja, maar als je één keer down gaat, dan you have a problem then, yes. Ja. Hoeveel heb ik? 43, let's go, dit gaat snel. Ik moet wel raak blijven schieten, dat is ook wel handig. Alleen mijn ammo gaat er ook steeds sneller doorheen, omdat die zombies meer kogels nodig hebben om uitschakeld te worden. Ik heb ook alweer bijna 10 deze punten. Oh, hier nog dubbele punten ook. Hoeveel heb je? Oh, je hebt al bijna 10k, ja. Let's go. Ik wacht even met oppakken, hoor. Tot die snel gaat knippen. Even een backup puntje weer. Ja. Dubbele puntjes. Nee, dat kan zo finishen. Oh, hier nog insta kill. Oh, ik was te laat met oppakken. Nou, dat is niet erg. Soms zie je ze niet, omdat ze ook in het gras liggen en alles. Kan ook wel tricky zijn. Nou, op de meeste mappen, als je dood bent, kan je niks meer. Nee. En ik ben maar ik schiet ook echt veel zombies soms bij jou af, hoor. Ja, maar ik bedoel, op ronde 20 kan je meestal niks meer. Nee, maar nu gelukkig wel. Maar ja, je hoeft ook geen juggernaut weer te halen van 2500 punten. Want die heb je niet. Ja. Oh, ik heb 50k, we kunnen eigenlijk al snappen. Nee, daar komt ie. Hoppa, 50.000. Nice. Got him. Ik kan nog ronde 30 halen. Nee, ik heb niet. Nou, van mij... Oi, kunnen we nog even doorgaan, maar... Moeten we aan niet doodgaan dan? Nee, het moet nee. En als we down gaan reviven, dan haal ik meteen het einde ook gewoon. Dan red ik hem meteen naartoe. Maar ik ga niet dood. Oh. Leg hier de dead machine. Oh. Ja, maar wacht even nou. Want de wave is ook nog niet voorbij, bro. Ah, ja, pak die dead machine hier, bro. Is ben je nou weg, hoor? Is niet erg, ik heb hem. Spannen nog steeds in. Wacht. Ah, ik kan wel schieten voor je. Ja, schiet maar. En je bent er weer. Wow. Ik ga even een wapen pakken. Ja, ik heb wel nog alles. Oh, hier, Winchest. Ik ga Winchest even snel pakken puntje. Waarom niet, joh? Gaan we nu down, jongen. Oh. Oké, ik ben er weer. Ik heb de Winchester gewoon gepakt. Ja, ik heb weer alles. Oh, het was shot! Ja, we hebben insta-kill. Oh ja, ik zat ook te kijken.
Zo, die reload vaag, jongen. Oh, hij is one shot! Hij is echt one shot! Oh, ik zweer het, ik heb 10 kogels en ik reload instant! Oh my god. Dit is serieus overpowered. Wow, yo, Ryan. Dit is serieus overpowered, ouwe. Nou. Nou, Jan heeft een nieuw speelgoed. Ik heb, ja, ik heb een nieuw speeltje. Heeft hij de max ammo? Ja, pak maar hoor. En een bom. Hoor je mij schieten of niet? Ja. Oh, en een bom. Nice. Ja. Nou, gaan we voor de wave 30 dan? Ja, op zich. Ik ben er wel klaar. Nee, wel toch. Dat vind ik wel mooi. Een mooi einde, wave 30. Oh, en dan haal ik ook nog even deadshot. Daar heb ik niks aan, maar dan heb ik 5 perks. Dat is alle 5. Ja, die laat ik even liggen. Zit alweer een nieuwe wave? Nee, nog steeds dezelfde. Nee, die waves duren ook wel lang nu hoor. Er komen er echt wel veel, man. Oh ja, het is nog steeds dezelfde wave. Ja, daarom. Dit wapen is briljant, jongen. Gewoon een shotgun. Die one shot is in wave 25. Ik schiet jouw hele treintje weg, jongen. En jij ook erbij. Weg ermee. Ik had aan het begin, of zeg maar wanneer die bom kwam, iets van 1000 punten, hè. Oh, echt? Ja. Oh, dan krijg je er veel, jongen. Ja, heeft 26. Kopen. Ja, die heb ik ook gewoon gehaald. Ja, moet ik halen. Ik weet het opwapen, zou ik het opwapen met Max Ammo. Ja. Ik ben nog niet zonder ammo komen te zitten, eigenlijk. Oh, dubbele puntjes, bro. Gaat het nog sneller. Zo, dan heb jij ook gewoon 50k, hè? Dan kunnen we twee keer ontsnappen, eigenlijk. Oh, hier ook. Oh, dan krijg ik Max Ammo nog met mij. Hier, op. Ik heb ook nog een bommetje bij me liggen, maar die laat ik nog even liggen. Ja, ik heb dead machine. Ja, dat heb ik door, ja, dat je dead machine hebt. Dat is mijn puntie, jongen. Je kan dat bommetje nog pakken als je wil, bij de way. Oh! Uh-oh. Je bent hoe je dood aan. Volgens mij schoot ik buiten de hitbox. Dat bommetje ben ik te laat voor nu. Ik kan me snel. Ik was ook rust. Oh, yo, 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 mijn toetsenbord werkte niet meer! Revive me! Ik kan me reviven. Ja, volgens mij ook. Oh! Ik werd geramd, jongen! Kijk, ik zal maar rennen. Ik wou net weer een nieuw wapen. Oh, ik ga ook bijna down nu. Even ander wapen erbij, even ander wapen erbij. Oh, yo, yo, yo. Het wordt nu wel lastig hoor, Ryan. Nee, ik word nu eigenlijk een beetje bang. Wacht, laat er ons één leven, laat er één leven, laat er één leven. Heb je er één? Volgens mij wel. Ja, ja, eentje. Oké, dan ga ik heel veel boxen kijken of ik een leuk wapen kan krijgen. Dan ga ik die ook nog even in de machine gooien. De machine. Ja, ja, ja. Oh, sniper. Ik heb alles weer. Kan ik niet die bezoeker? Er zit een bezoeker in, volgens mij. Geen idee. Alleen maar snipers krijgen. Wat is dit voor onzin? Dit is ook echt een stomme sniper, jongen. Nog weer een sniper, bro. Ik heb nu 4 snipers achter elkaar, hè. Ik heb het ook gevonden. Nee, 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 doe normaal hoor. Dan word ik wel een beetje pissen. Ik heb alweer een sniper. 5 snipers achter elkaar, hè? Ja, maar mag ik even. Als ik nu weer een sniper krijg. Oké, die ga ik pack-up punchen. Doei, ik ben boven. Eén keer boksen. Ploink. Dat is een zombie. Ja, bij jou? Nee. Oh. Misschien staat hij wel op mij te wachten. M1911. Nee. Ik weet niet waar die is. Hallo? Geen vanaf hier. Oh, je kan ook niet meer naar beneden schieten vanaf boven. Waar is die vent? Hij zit hier binnen. Oh, hij stond hier binnen. Of hij stond op mij te wachten. Hij stond op mij te wachten. Oh, mooi. Wave 27. We gaan voor de 30. We gaan voor de 30. Ja, ja. Kunnen we ontsnappen? Ja, maar ik zie als het echt tricky wordt. Als het echt tricky wordt, dan ga ik gewoon naar binnen, hoor. Ja, ik zie het eigenlijk fout lopen. Ja, ik eigenlijk ook wel. Daar ben ik niet heel blij mee. Is het... Oh. Ik kom nu altijd net op teken. Oh.
Was je ook geraakt? Oh, zag je dat? Nee. Het gaat echt zo meteen fout hoor, ik weet het gewoon nu al. Ik zie het gewoon al gebeuren ook. Eerst kills bij de... Hey, was Bela dood? Bro, beter gaan we het einde gewoon halen, alsjeblieft. Ik ga dood. Ik durf... En Wijn, ik durf niet meer. Het wordt iets te tricky. Zullen we gewoon het einde naar deze week halen, want ik durf het niet meer. Ja, dit wapen killt hem ook bijna niet meer. Die van mij nog wel, maar ik ben nu alweer out of ammo er ook mee. Zo, die snel. Oh, ik loop tegen de boom aan. Dit gaat fout. Bro, we moeten het einde gaan halen zo. Dit gaat niet meer goed. Oh, yo. Hier, bommetje nog. Oh. Dubbele punten. Ik ga niet meer naar wave 30. Het spijt me. Ik ga het niet meer doen, ouwe. Zal ik het doen, Ryan? Ja, oké, ik heb ook vijf punten. Nou, eigenlijk moeten we wel van wave 28 dan, want deze moeten we wel verhalen nog. Jawel. Gaan we nog deze. Over, hoor. Nee, deze kunnen we nog wel. Kom op, de wave is bijna voorbij. Hoop ik. Nog punten farmen. We stellen het ook zo lang mogelijk uit, hè. Totdat het wel echt fout loopt en hebben we het einde niet gehaald. Jawel, dat was hem. Ja, wave 28. Dat is makkelijk, maar... Ja, je wordt ik ga nog even boven kijken. Oh, wat mooi. Ik ga nog even pakken, puntje. Ja, doe dat. Daar komt die bro! Wacht op mij! Ik zeg alvast! Bedankt dan voor het kijken! Bedankt dan voor het support! Dat was een leuke map! Het is gelukt! Het is ondertussen 1 uur 's nachts! En de game is je hebt ook beëindigd! Zo, ik heb dubbele kills voor jou bijna! Hey, bedankt dan voor het kijken! Bedankt dan voor het support! Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer! Vergeet niet te abonneren op Rijn's kanaal voor meer! En hopelijk ook weer! Tot de volgende keer! Bye bye!